aan het begin van de play-offs een week lang de DBL Cup te doen. Een bekercompetitie waarbij dat de eerste vier teams een bye hadden gekregen. Die hoefden de eerste wedstrijd niet te spelen. En vervolgens was het de onderste zes teams, die onderste acht teams die wel speelden. Nou, Bal won met ruime cijfers van Almere Sailors. En moest het vervolgens opnemen tegen Zorg en Zekerheid Leiden. Dat was afgelopen woensdag. Een bijzonder spannende wedstrijd die uiteindelijk gewonnen werd door het team van Bal. Wat onverwacht was, Leiden, dat toch de nummer 1 is in de reguliere competitie. Werd niet geacht hier en weer te komen verliezen. Nou, toen was het vrijdag. En toen wist Bal te winnen van Zeeuw en Zeeuw Feyenoord Basketbal uit Rotterdam. Ook dat een verrassing. En toen stond er twee dagen later voor de jongens van Radenko Varagic, de coach van het team van Bal, nog een wedstrijd op de planning. Dat was de finale in Zwolle. En die werd vanmiddag gespeeld om 2:30 tegen het team van Joost United uit Bemmel. Bijzonder aan de finale was dat het twee teams betrof die in de reguliere competitie plek 7 en plek 8 hadden behaald. Toen in één keer met z'n tweeën in de bekerfinale stonden. Een wedstrijd live uitgezonden ook nog op de NOS. Op het nationale televisie. En dat is natuurlijk voor een opleidingsploeg. Al is dat wel een hele interessante. De slogan: wij ontwikkelen talent. En na zoveel jaar talent ontwikkelen blijkt dan toch inderdaad dat dat zin heeft. En dat ze de finale wisten te winnen. Nou, die wedstrijd werd gewonnen vandaag. Rond 4:30, kwart voor vier, 4:30 was daar het eindsignaal. Werd er gefloten en was het feest in Zwolle. De champagne die was niet aan te slepen. Zelfs een aantal talenten van Bal die nog ineens champagne mogen openen. Die is niet te ontgaan. Uiteindelijk coach Radenko Varagic, coach Koen van Gerwen onder de douche. En aan goede sporttraditie. Inmiddels zijn we aan het wachten op de spelersbus. Die is na de wedstrijd en na het feesten in het Landsteden Topsportcentrum is die bus vertrokken. Hebben ze onderweg de spelers nog even wat gegeten. Want je kan je voorstellen dat het gaat je niet in je koude kleren zitten als je een hele wedstrijd hebt gespeeld. Om dan ook nog 2 uur tussen Zwolle en Weert te gaan rijden. En in Sportal Boshoven daar zijn inmiddels al, als ik een ruime schatting zou moeten doen, 150... 200 mensen zijn hier naar de sporthal gekomen om de spelers van Bal, de jonge talenten van Bal, te onthalen. Ja, ontzettend knap natuurlijk wat er hier is gebeurd. En de mensen hier die staan vol spanning te wachten. Ik kijk af en toe eventjes achter mij, want ik wil natuurlijk zien als de bus aankomt en dan niet vol in beeld staan. Dus dat gaan we zo meemaken. Nadat de bus hier is binnengekomen, dan gaan de spelers naar binnen. Dan verplaatst het programma van de huldiging zich ook naar binnen toe. En daar mogen dan natuurlijk geen supporters bij aanwezig zijn. En daarom op WeerdFM TV vandaag daar de beelden van. Ja, het was een hele bijzondere wedstrijd. Als ik terugdenk, het team van Bal dat ging voortvarend van start. En het team van uit Bemmel dat kwam ook weer netjes terug. En zo ging het een beetje gelijk op. Met rust was het verschil minimaal. Om vervolgens het team van uit Weert, wat op een gegeven moment een gat slaat van een punt of 10... met hun tegenstanders. En zij counteren dat op een gegeven moment ook weer. De spanning in de zaal was voelbaar, merkbaar. Ook al waren er maar, wat zal het zijn? Wat bestuursleden van beide ploegen. Wat vrijwilligers van beide ploegen. De mediateams van beide ploegen. En dat was het wel. En met zo weinig mensen was de spanning toch zeer, zeer voelbaar. In het vierde kwart, toen sloeg Bal een gaatje. En die hebben ze eigenlijk niet meer uit handen gegeven. En met een verschil van een punt of 10 werd de wedstrijd binnengesleept. En toen was het dus tijd voor feest. Een ongekend resultaat. Als je ziet welke teams in het verleden de beker hebben gewonnen. Dan heb je bijvoorbeeld de laatste Zorg en Zekerheid Leiden. Een team wat ook internationaal goed meespeelt. Fantastische resultaten heeft behaald. Meermaals kampioen is geworden. Een team uit Groningen landskampioen is geworden. En in dat rijtje staat nou Basketbal Academie Limburg uit ons eigen Weert. Een team helemaal opgeleid. Met eigen jeugd aangevuld. Met 3 buitenlandse spelers. 2 jongens uit Amerika. Trevor Jasinski en Katerius Wilson. Nog een Duitser, Neil Masnic. En de rest alleen maar jeugdige talenten uit Nederland. Spelers opgeleid in Weert. Die nu ook laten zien in de competitie iedere week dat ze het niveau aankunnen. Langzaamaan gebracht, goed getraind door coach Radenko Varagic en zijn assistenten. Fantastisch resultaat. De superlatieven die schieten mij tekort.
als ik deze resultaten zou moeten omschrijven. Op de achtergrond hoor ik de sirenes al. Dus het zou zomaar kunnen dat de spelers van Bal er zometeen aan gaan komen. De jongens dus die 2 uur in de bus hebben gezeten. Ik denk dat er in het bus ook wel een klein feestje is gevierd. En de mensen hier die staan gewillig te wachten om de jongens mee te nemen in het vieren van deze fantastische overwinning. Helaas dus door de coronamaatregelen zonder publiek bij de wedstrijd. Zonder publiek aanwezig binnen bij de huldiging. Maar heel veel supporters en leden van Basketbalacademie Limburg wilden het niet voorbij laten gaan. En die wilden de jongens wel eventjes laten weten hoe trots dat iedereen hier is op de overwinning die er is gehaald. Ik kijk nog een keer naar achter. En ik zie daar de eerste sirenes deze kant op komen. Ik denk dat wij overschakelen naar het beeld. Onder politiebegeleiding komen de jongens gewoon hier het terrein oplopen. Iets wat toch echt fantastisch is. Wat een geweldige prestatie. Je ziet ze aankomen. Onder politiebegeleiding. Komen ze hier het Portal Bos over oprijden. Ja, kijk, daar zijn de jongens van Basketbalacademie Limburg. Overwinnaars. De winnaars van de Basketball League Cup 2021. De beste van het hele land. De beste van Nederland. Wat een fantastisch resultaat. De jongens in de bus, ja, daar komen ze aan. Vooraan in de bus, jeugdspeler Max van Heuvel. Trevor, Roel van Overbeek zie ik er ook bij staan. En langzaamaan gaat de bus zich verplaatsen om dat spelers kunnen uitstappen en ontvangen kunnen worden door de supporters. Die willen laten zien wat voor fantastisch resultaat die jongens hebben gehaald. Echt een bizarre prestatie van wereldformaat om met zo'n jong team, met zo weinig budget ook, dat mag ook gezegd worden. Hè? Hoe meer geld er in de sport is, hoe beter team je neer kunt zetten. Om dan zo'n prestatie neer te zetten. En daar komen de jongens. Ik zie Max van Heuvel, ik Tom Akkermans, Wiets. Sander Hollander stapt naar buiten. Katerius Wilson, een van de Amerikanen. Ik zie Odin Verhoeven, Ocean. Neil Masnić stapt uit, de Duitse speler. Joost Bijl, vandaag helaas niet mee kunnen spelen. Ivan Simic, Jef de Vries. Marian Obad ook niet mee kunnen spelen. Coach Koen van Gerwen. De fysio, assistentcoach Mick Fleuren, Amerikaans speler Trevor Jasinski en ook Radenko Varagic, de hoofdcoach van Bal. Terwijl het We Are The Champions te horen is. Een signaal wat de jongens in de jeugd heel vaak gehoord hebben. Daar is menig kampioenschap behaald. Alleen het eerste team, het vlaggenschip van de Basketbalacademie, dat heeft de klanken nog niet mogen horen. En dat is dan nu een fantastisch eerste resultaat. De fantastische aantallen mensen die hier de jongens zijn op staan te wachten. Homeless man, my neighbor, homeless. Oh,
is it on the chair? Shot! De jongens die gaan hun spullen pakken en die gaan naar de kantine toe, waar ze opgevangen zullen worden door het bestuur van Basketbalacademie Limburg. En vervolgens zal de huldiging verder gaan in de sporthal, waar we dan zo meteen ook naar over zullen schakelen. Maar nog één keer eventjes kijken naar de jongens die het fantastische resultaat hebben laten zien. Spelers pakken tassen, jassen. De camera's worden erbij gehaald om nog wat foto's te maken van de jongens. Veel jonge jongens waarvan de familie bijzonder trots is hoeveel uren en tijd ze hebben gestoken in hun basketbal. En als je dat dan allemaal beloond kan krijgen met zo'n fantastische overwinning als vandaag. De winst van de Dutch Basketball League Cup 2021. Tegen een goede tegenstander waar ze tegen speelden. Het onderspit moesten delven. Dit seizoen al 3 keer wisten te winnen van het team uit Weert. Maar vervolgens bal vandaag. De bovenliggende ploeg. Ja, ongekend. De jongens van Basketbalacademie Limburg die pakken hun spullen uit de bus. Het blijft jeugdig talent, dus ze zullen ook gewoon hun eigen tassen moeten dragen. En er worden achter de bus nog wat foto's gemaakt. Ja, een prestatie van wereldformaat als je het zo bekijkt. En daar lopen de jongens, ze gaan het veld terug in. Ja, daar gaan de jongens. De confetti die is te zien. Oh, wat fantastisch. De spelers doen nog even een woordje voor alle toegestroomde fans die hier buiten staan te wachten. Voordat ze dadelijk naar binnen gaan om daar ook gevierd te worden. Coach Redenko Varagic, je ziet aan zijn glimlach hoe blij dat hij met deze overwinning is. Ja. Jawel. De spelers komen weer terug naar buiten met de DBL Cup 2021 in de hand. Staan de Hollanders lopen voorop. Lijkt hem niet meer los te willen laten. Hij is voorbij, zegt hij. Follow me on Instagram. Oké, dames en heren.
Ja, we moeten het even een beetje improviseren. Vanwege de hele coronamaatregelen mogen jullie als fans helaas niet naar binnen. Helaas hebben jullie ook alle wedstrijden via de livestream en vandaag via de tv moeten bekijken. En dan gebeurt er zoiets. Finale winst, DBL Cup, coach Radenko. How was the best ride? I really don't know what to tell. I want to tell thank you to everybody who came here, who support us via live stream. I needed all the way from Zwolle here, and I still didn't answer to all messages and all wishes. Thank you these guys who every day need to handle me in the gym. Thank you. We are only 20 and a half years average old, but they play mature last few games. I told them today in dressing room, we won two finals before this game this week, Leiden and Rotterdam, and today was third final, and they were perfect. I really don't know what to tell. They were perfect. They surprised me all this week. We work hard for this. We're trying every day to be better, but you never know what will happen. Television today, a lot of people who live stream. I don't know how mentally we will look, how mentally we will be strong. Here are guys who with me lost few finals, but this is all process, and now we achieved a lot. Thank you very much. Thank you. And I'm proud, unbelievable. Thank you to my board, to people around the club. Thank you to Ken Konings. Who believe in us, not only me, in us, in you board, in everybody, and really, really, I had contact with Henny also in during the trip here. She was really satisfied, and she told Henny, watch the game today. Thank you guys one more time, you make me proud, unbelievable, thank you. And thank you my coaching staff, a lot. Physio, Elvir, all unbelievable. So we conclude. One more. So we had four interviews this week. Okay. Originally we thought, well, there's going to be one for sure, most likely. Maybe you thought. Going to be two. I believed. And every time you said it's like, okay, every win is going to be an extra bonus. And every time you said it's like it's a cherry on the cake. And last time we always were kidding. It's like the cake is not big enough for all those cherries. What are you gonna do? yeah. Couldn't give a good answer. But I hope cake is nice for everybody, and we will try to achieve another case in future and other cherries. We need to celebrate small party and small celebration, and from Tuesday prepare for quarterfinals playoff, what will be very difficult, but let us to enjoy in this moment. Oh, absolutely. So just yes. Not over, but enjoy this moment, and I think everybody deserved it. I have one or two questions for Roel, our captain. Yeah! Roel, waar haalt dit team de kracht vandaan? Ja, goede vraag. Ik heb echt geen idee. Maar we zijn naar elkaar toegegroeid. Hallo. Gedurende het jaar en vandaag zat alles mee en staan we hier nu. Zo'n jonge groep en dan in deze wedstrijden kom je een paar keer toch net als vandaag weer één punt achter. En dan komt toch weer die kracht naar voren. Je denkt bijna zo'n jonge groep gaat er dan en onderdoor. Maar nee hoor. Nou, we hebben wel een aantal keer gehad dit jaar natuurlijk, maar we zijn weer verbeterd. En gelukkig heb ik vandaag die mentale kracht gehad om het om te keren. We liepen vanmiddag de zaal uit in Zwolle. En toen zei iemand iets waarvan ik dacht, daar heb ik nog helemaal niet over nagedacht. Dat betekent namelijk ook een Europees ticket. Ja, dat had ik het ook over met Jeroen van Veen. En volgend jaar spelen we ook de Supercup. Kijk, ook nog eens een keer. Kijk. Nou, en we gaan er dan vanuit dat we in ieder geval alles weer met publiek kunnen doen. Dus volle bak. En dan kunnen we er allemaal in ieder geval in de zaal weer van genieten. Dankjewel, Roel. Gefeliciteerd aan het team. Nog één keer een groot applaus. Voor ons team. En wij schakelen over naar de zaal, waar zometeen nog in het zonnetje gezet zullen gaan worden. Helaas moeten we de rest...
geven als het kan. Nog niet. Het beeld wel, maar audio niet. Zeg, maar gewoon speel video, hè, dan zet ik hem aan. Ja. Jeremy heeft hem gewoon lokaal staan. Ah, dus, top. Dus het is niet helemaal synchroon, maar dan hebben we in ieder geval geen gestopper. Ja, is goed. Ja? Ja. Yes, en dan zijn we binnen bij, in de sporthal bij de huldiging van het eerste team van Basketball Academie Limburg. Dus na de overwinning van de Dutch Basketball League Cup 2021. De spelers die zijn op dit moment even in de kantine en ik zit naast Hans Heideman, commentator van bal. Ook oudspeler uit Weert, 87-voudig international. Ja. Je hebt de wedstrijd vanmiddag zitten kijken. Ja, geweldig man. Echt geweldig pot basketbal gezien. Echt genoten van hoe volwassen dat die jongens gespeeld hebben. Heel knap. Heel knap. Wat zegt dit over een opleidingsteam wat zo'n resultaat binnenhaalt? Ja, wat zegt dat? Dit is een jaren investeren, die komen dan nu naar buiten. Als kenner zie je dan over de loop der jaren wel dat het beter en beter en beter gaat. Alleen ja, de resultaten blijven dan nog achter. En dan op een gegeven moment ja, gaat die switch om en zie je wat die jongens kunnen. En dat is zo volwassen en dat is echt heel leuk om te zien. Ja. Wat vond je het bijzonderste moment van de wedstrijd? Los van het fluitsignaal, eindsignaal? Ik moet... De doodsteek was die driepunter van Sander vlak voor tijd. Het was een onmogelijke hoek, een onmogelijk schot. Hij maakte hem toch. En daar kwamen zoveel dingen in samen. Want ook die paas, dat was een goede paas van Trevor Jasinski over de hele. Ja, hij had geen tijd om na te denken. Het was gewoon knallen. Het was afgelopen. Dat was wel heel leuk om te zien. Ja. Verder vond ik het spel van Jeff de Vries heel erg goed. Die vulde heel goed in de minuten die Roel nodig had om aan de kant te komen. Ja. Hey, en als je dan nu gaan de jongens gaan vanavond een feestje vieren, mag ik hopen. Die hebben dan morgen even rust. En dan goed, dinsdag de knop alweer om richting de kwartfinale van de play-offs, want die komt er ook aan. Ja vrijdag weer, sorry, zaterdag hè, thuis tegen Leiden. En dat zal een andere Leiden zijn dan dat we vorige week getroffen hebben. Maar ik denk niet dat het zo moeilijk zal zijn, want die jongens spelen dat zijn ook al volwassen. En ze hebben natuurlijk een coachingstaf bij hun zitten die wel redelijk weet hoe ze de focus weer op de juiste wedstrijd gaan krijgen. Dus vandaag, vanavond leuk, morgen niet trainen waarschijnlijk en dan vanaf dinsdag is het gewoon volle aandacht op de wedstrijd tegen Leiden. Ja, hoe jammer is het dat bij deze finale wedstrijden dat er geen publiek bij aanwezig kan zijn deze hele week? Jammer. Dit is zo jammer. Als je al ziet wat er nu buiten staat, hè, bedoel, er staan gewoon 150 man staan er buiten op te wachten. Als die zaal hier volgezeten had en je had die wedstrijden van vorige week gehad, dat was zo ongelooflijk reclame geweest voor het Weerte basketbal. Dat hadden we zo goed kunnen gebruiken als club. Het geld, maar ook de uitstraling en voor de groei. Ja, doodzonde. Ja. Jij was een van de bestuursleden bij de opstart van Basketball Academie Limburg een jaar of 10 geleden. Ja. Hadden jullie 10 jaar geleden durven dromen dat je hier zou zijn? Nee ja, toen we begonnen natuurlijk, en het is met name Gerard Akkermans, Jan van Kleven en Rob Steuter zijn dat voornamelijk geweest. Toen we begonnen hadden we, wilden we jeugd opleiden, talenten opleiden. En toen is ergens in 2016 of zo, kwam de mogelijkheid erbij om te gaan combineren met Heren 1. En toen kreeg je dus een andere benadering, want toen kon je dus je eigen talenten in het eerste herenteam gaan plaatsen en hun daarin opleiden. En dat heeft dan al 3-4 jaar geduurd voordat je op dit niveau zit dan. Ja. Dus het feit dat je nu dan een bekerfinale wint, dat is dan nog echt wel, ja, het werd net al gezegd, maar echt wel de kerst op de taart. Ja, het is ongelooflijk. Echt ongelooflijk hoe dat is. En ja, ongelooflijk trots op heel die organisatie zoals die er nu staat en wat ze nu doen. Ja, mag ik jou bedanken? Je mag jij. Ik stel voor dat je lekker ook naar de huldiging gaat kijken, die jongens die we even in het zonnetje gaan zetten. Helemaal goed. Ik geef het schakelen met de DJ en dan komen de spelers zo het veld op.
uitgooien moeten. Ja, de jongens die zijn de zaal ingekomen en ik ga ze even één voor één aan je voorstellen. Eén voor één eventjes laten zien wie dat er allemaal bij het team van Basketball Academie Limburg horen. Het eerste team wat vandaag dan de finale heeft gewonnen van de Dutch Basketball League Cup. En dan loop ik als eerste even langs captain van het team, Roel van Overbeek. Ja, dankjewel. Hey, wat een overwinning, niet? Ja, dat was een topwedstrijd. De drie punten vielen vroeg en ja, daarna was het een goede pot voor ons. Tof man. Loop ik even naar voren. Ocean Brathwaite. Yes. Hoe oud ben je nou? Ik ben net 18 man. Net 18 en je hebt de overwinning van de beker heb je op je naam al staan. Gelukkig ja. Ja, het is een mooie ervaring. Hoe is het om bij dit team aanwezig te zijn en hier mee te trainen, je eerste minuten in de hoogste competitie te mogen maken? Heel erg mooi en ik ben heel erg trots op het team en ze hebben echt een topprestatie geleverd. Top, dankjewel. Loop ik naar achter. Sander Hollanders. Limburgs finest, ja. Ja, ik heb er echt geen woorden voor. Nee, jij bent in de competitie uitgeroepen tot een van de betere schutters uit de competitie. De beste zelfs, wordt er gezegd. Hoe is dat? Stop. Ik vind het geweldig dat ik überhaupt in positie kom om dat te mogen doen. En bedankt wel aan de academie. Dat ze me altijd in me geloofden. En, ja, top. Echt top. Ongekend. Loop ik weer naar voren. Tom Akkermans. Jazeker. Jij had wel een paar hele aardige minuten vandaag, hè? Ja, als je de kans krijgt in zo'n finale, dan moet je gewoon je best doen en team helpen, zeg maar. Was er geen druk dat het de nationale televisie was? Nee, tijdens de wedstrijd zelf heb je dat niet zo in de gaten. Het is leuk van tevoren en naderhand dat je alles terug kan zien. Maar tijdens de wedstrijd gaat het maar om één ding en dat is gewoon die wedstrijd winnen. Ja. Top. En loop ik naar achter, Joost Bijl. Jij kon niet meespelen vandaag. Ja, klopt. Het zat een beetje tegen een paar weken van tevoren. Maar winnen is belangrijk. Ik ben net zo blij als alle andere gasten. Ja. Hoe zit je dan langs de kant? Zit je zelf te verbijten? Ja, spanning is nog steeds hoog. Veel energie. En vooral hard aanmoedigen. Ja. Top. Max van de Heuvel. Ja. Hoe oud ben jij? Ik ben 18 op dit moment. Ja, ook 18 en ook al de overwinning van de beker op je naam? Ja, zeker. Ik heb helaas niet kunnen spelen, maar ik doe eigenlijk alles om het team te helpen en die beker binnen te halen. En dat is gelukt. Ja. Hoe is het om met het team mee te trainen? Ja, super. Het is echt een ervaring om met het Heer 1 team natuurlijk mee te doen. Dus dat is gewoon super. Dankjewel. Ivan Simic. Yo. Jij hebt een paar jaar in Amerika kunnen spelen. Je hebt in Servië gespeeld. En dan ben je weer terug in Weert een aantal jaar geblesseerd. En dan zo vlak voordat de beker komt, kun je dan weer meedoen. En dan? Ja, kan ik nog even meedoen en dan pakken we hem. Hè? Ja, hoe aanvaarde je de wedstrijd? Ja, goed. Ik heb het gevoel dat we heel de tijd nek aan nek waren. Maar we hadden toch, denk ik, het meeste van de wedstrijd stonden we toch aan de lead. Dus ging goed. Top man, dankjewel. Gefeliciteerd. Jeff de Vries. Is toch interessant om vanuit Groningen naar een team te komen wat wel overwinningen pakt, hè? Ja, nou ja, dat had niemand voor het seizoen natuurlijk verwacht dat dit zo zou lopen. Maar het is natuurlijk geweldig dat wij nu met de bekerwinst gewoon weggaan. Dat, ja, het is niet wat ik had verwacht toen ik hier naartoe zou komen. Maar goed, het is hartstikke mooi dat het gelukt is. Hoe was het om op veld te staan? Ja, dit is, van tevoren ben je natuurlijk echt wel een beetje zenuwachtig. Het is een soort wedstrijd die je niet eerder hebt gespeeld, maar... Ja, dat laat je op een gegeven moment gewoon gaan en dan gewoon volle energie. En zeker vierde kwart, op een gegeven moment lopen we echt weg. Dan, maar sowieso, dan merk je gewoon elke score, merk je volle energie van de bank. En iedereen zit er helemaal in. En ja, dan gaat het gewoon lekker en dat zweept elkaar op. En dan zo op die manier pakken we hem gewoon het vierde kwart. Dankjewel. Odin Verhoeven uit Hezen. Ja, hallo. Ook nog eens uit de omgeving. Hoe was het vandaag? En de wedstrijd, de opbouw ernaartoe, de afgelopen week, de trainingen. Je merkt dat je steeds een stukje verder komt. Ja, we hebben hard getraind de afgelopen week en een goede teamprestatie. En we hebben ik vind dat we het heel goed hebben gedaan. Ik heb het niet gespeeld, maar ik ben wel blij dat ik in ieder geval een deel van uitmaak. En ik ben super blij voor het team. Ja. En je kan op je cv zetten dat je de Nederlandse beker hebt gewonnen. Ja, als 17-jarige kan ik het zeggen. Ja. Lekker man, dankjewel. Gefeliciteerd. Next to Katarius Wilson. Congratulations on first. Thank you.
Where are you from? You're from America? What part of America? From Alabama. Birmingham, Alabama. And have they been watching today? I'm not even sure, to be honest with you. So. But I guess they must have been very proud seeing you winning the cup. Yeah, for sure. Yeah, they're very proud. They post everything from what you guys post on your guys' new feed. What did you think of today's game? What was the hardest part? Just being mentally tough. That's it, really. Happy now? Party today? Yeah, party today. Thank you. Witsen Nossek. Yes. Goeie overwinning, hè? Ja, het was een lekkere overwinning. Was het ingecalculeerd of zo makkelijk niet? Nee, niet zo makkelijk. Nee, natuurlijk niet. Dat we de finale hebben gehaald is al een hele prestatie. Ja. En nog winnen is mooi. Ja. Huh? Wat was jouw moment van de wedstrijd? Ik heb wel twee of drie offensive rebounds gepakt. Dat vind ik wel mooi. Twee hoekjes. Dus dat zijn wel echt momenten dat ik mijn team heb kunnen helpen, zeg maar. Huh? Dankjewel. American with the cup, Trevor Jasinski. Yes, sir. How's it going? I'm doing fine. How are you? Doing great. How was the part of the trip at the bus? Was it a party already? Oh, for sure. You know, we're really happy as a team. It was an amazing win for all of us, so we're just excited. Yeah, lots of Serbian music, for sure. We was blasting it for him. And Coach Gradenko was dancing? Oh, yeah, of course. You know, he was up there. He was gigging a little bit. Yeah, you know. He got the moves like Jagger. You had 27 points today. What was the secret of your game plan today? There's no secret. It was just, you know, my teammates were looking for me and the coaches were calling plays for me. So they just told me to play with confidence, and that's what I was doing all game. So I'm coming to you next, coach. easy. Thank you very much. Thank you. Marian Obad. So the season starts and you get injured and you stay with the team the full year. How does that feel? It feels bad for me, but I'm happy for the guys that they won and they're playing very good, so I'm happy for them. But for me, I mean, it's okay. I'm just helping out what I can do, and that's it. Yeah. Thank you very much. Up to the front, Neil Masnic. What's up? I'm doing fine. How are you? I'm good. I won the cup, so feeling great. Happy? Yeah, very happy. What did you think of the game? How did it feel? We were all very excited, but it was really tough on the mental part. But I mean, we came through, so all worked out in the end. Have you learned some Dutch words yet? Yeah, some, but maybe I shouldn't say them. I think that's the best part. Yes, thank you. Assistent coach Mick Fleuren. Goedenavond. Hey, jij zat erbij en op welk moment in de wedstrijd dacht jij, dit is wel binnen, dit is kat en bakkie? Nou ja, dus je hebt toen het punt naar 10 punten ging in de laatste kwart, de laatste 2 minuten denk ik dat was. Toen dacht ik wel, dit kan eigenlijk niet meer, dit mag niet meer misgaan, zo moet ik het zo zeggen eigenlijk. Ja. Gefeliciteerd man. Loop ik naar voren, de man die houdt van praten op televisie, Koen van Gerwen. Ja. Hey, hoe beviel de wedstrijd? Wat dacht je ervan? Ja, bizar. Uiteindelijk heel onwerkelijk allemaal. Maar ja, ik denk 100% verdiend. Deze wedstrijd en de bekercyclus die we nu gehad hebben. Dus heel interessant. En jonge jongens zijn groot geworden in een week. In een week, ja. Krijgen de jongens vanavond tijd om een klein feestje te vieren? Zeker. Coachingstaf ook? Ja, ook wel. Ook wel denk ik. Ja, dat is al wat. Gefeliciteerd. Loop ik even naar achteren. Hoe moeilijk is het nou om deze jongens fit te houden in zo'n week? Nou, eigenlijk doen ze het helemaal zelf. Ze bereiden zichzelf helemaal voor en ik kan alleen ondersteunen. Dus en dat doe ik dan met alle plezier. En vooral op deze dag. Het is ook nog mijn verjaardag, dus dat ze dit hebben geflikt. Ik vind het helemaal mooi. Het beste verjaardagscadeau wat je had kunnen wensen. Kon niet beter eigenlijk. Kon niet beter. Helemaal goed. Dan ben ik bij de teammanager. Ja, ik ga jou ook een vraag stellen, je hoort erbij. Hey, hoe blij ben je ermee? Ja, ik ben heel blij mee. Ik ben sowieso trots op voor zo'n jonge talenten. En ik vind het eer om mee te doen zo, met zo'n jongens. Echt. Ja, tof. En dan de hoofdcoach, Gradenko Varagic. Please come with me to the table. Yes. And at first, we go look and have a look at some video we made today.
So, how does it, is it hard to coach these guys? To be honest, sometimes yes, sometimes no. when we are in good mode, to give practice is always nice. And sometimes, but they work really hard, they listen good, and I'm proud of them. Thank you guys for everything. When you came to the Netherlands 6 years ago, did you expect to be here at this point already? Oof, tough question. Till this morning, I didn't believe that we can take a cup, to be winner of cup, I must be honest. This morning, I wake up and I feel very good, and we playing last 2 months very good, and that also build up confidence from between them, build up confidence between us, build up believing between us, and I think today that we talked about the team who is 20, almost 21 year average old, that look mature like that, that you lead 90% of the time in three quarters and they come back to 63, 64, something like that, and that we make reaction like unbelievable professional team with a lot of 27, 28 and older. That is really amazing for this game, and I'm proud really on that. Yeah, how does it feel knowing these guys are 20 and a half, 21 years old on average? That they beat even today opponents like an opponent like Joost United, but last week an opponent like Leiden, like Rotterdam. Because I heard Trevor say, just trust Radenko's game plan. But game plan is not only my game plan. Game plan is Koen, Mick, and my game plan, and they spend a lot of time, especially Koen, behind the video and analyze everything. Me also, Mick also, but Koen mostly. And we come to conclusion what we need to play. What I always talking that players recognize what is knowledge, what is unknowledge. And when coaches show knowledge, they will easily believe. And that happened between us from February. And I think, but if you look back, our teams always, first win always comes somewhere in November before. Yeah. Because for style of playing, what we're playing, for type of practice with few new guys. Only last year we keep team together. We bring two our former players and we start earlier to win the games. But also now, after Corona period, we struggling because really in Corona period we strict in all rules. We didn't have any contact and they need time to catch what we want and
really amazing job they made. Yeah. Thank you very much and enjoy the win today. Thank you very much. Coach Radenko Varagic. Dan zou ik graag voorzitter Jeroen van Veen deze kant op willen vragen. En dan kijken wij nog eventjes naar opnieuw wat beelden. Wat mooie acties van de wedstrijd van vandaag. Inmiddels naast mij aangeschoven voorzitter van Basketbalacademie Limburg, Jeroen van Veen. Jij was vandaag in Zwolle. Ja, klopt. En jij ziet die laatste drie punten van Sander er net ingaan. En dan denk je? Nou, die is binnen. Ja. Ja, die zit. Nee, het was een ongelooflijk schot. Ik vond echt eigenlijk wel een heel mooi moment. Ja, wat wij doen en hoe we werken en wat die jongens kunnen. En het was een passend slaan tot slot. Ja. Het was gewoon van super hoge kwaliteit. Super goede techniek. Ja, en daar staan wij voor. Dus eigenlijk was dat eigenlijk wel een. Het had nog mooier geweest als we op dat punt gelijk hadden gestaan. Ja, ja dat het echt een overwinning was. Ja. Wat betekent. Ja. Nou, is de slogan van Bal: wij ontwikkelen talent. Wat is nou het verschil? Want er zijn meer ploegen, clubs die zeggen: wij ontwikkelen talent. Wat is nou het verschil tussen de manier waarop het bij Basketbalacademie Limburg wordt aangepakt en in vergelijking met allerlei andere academies door heel Nederland? Nou, ik denk dat er gewoon een duidelijke visie ligt. Er ligt gewoon een keihard programma waar opgesteld ook door de coaches, waar ze zich aan houden. En er worden nul concessies gedaan. Zelfs als ik af en toe zeg van ja, kunnen we niet iets anders spelen dat we in de jeugd ook kunnen winnen? Dan zeggen ze nee, we spelen gewoon hoe wij willen spelen. En zo is dat dan de coaches? Ja, ja, ja. En dat is eigenlijk gewoon toch wel de basis. Dus in de U14, U16 wordt wel veel gewonnen, maar er wordt niet tactisch gespeeld om te winnen. Als we winnen is dat gewoon omdat de individuele kwaliteit beter is dan in de rest van Nederland. Ja. Nu is de DBL Cup gewonnen. Dat betekent volgend jaar in ieder geval een deelname aan de Supercup. Hè, de winnaar tussen van de beker en de competitie. Ja, en Europees basketbal. Ja. Ja, nou ja. Is het op voorhand uitgesloten? Of? Nou, niks is uitgesloten. Ik kreeg vanochtend een mailtje van iemand en die zei van hey, iedereen in Nederland denkt dat de bal zich niet gaat inschrijven. En dat triggerde eigenlijk wel. Want ja, waar zouden we dat niet doen? Ja. Tuurlijk, het zijn wel hele grote stappen die we moeten zetten. Maar ik denk dat we dit seizoen in ieder geval sportief hele grote stappen hebben gezet. En, ja, en nu is het eigenlijk, ja, je ziet het nu al, hè, politiebegeleiding vanaf de snelweg. Ja. Daar staan mensen staan bij Boshoven te wachten. Ja, we hopen dat dit iets losbrengt. Kijk, ik ben ooit in Weert gezetteld door het basketbal. Ik moet dat eigenlijk nog elke week uitleggen waarom ik in Weert woon.
Ja. Maar het is ja, basketbal en weer, dat hoort bij elkaar. En kijk, wij doen het samen met de Basketbalacademie Limburg, de teams, de coaches, de vrijwilligers. Maar als wij de stap sportief nog verder willen zetten, dan hebben we ook het bedrijfsleven in Weert en in Limburg nodig. En dan kunnen hier hele mooie dingen gebeuren. Dan geloof ik daarin dat we misschien over 3, 4, 5, 6 jaar ook kunnen verrassen in Europa. Ja. Ik denk dat de winst van de DBL Cup een eerste prijs is voor heel hard werken en de hele organisatie. Ja, ik denk dat het gewoon vandaag een hele mooie dag was voor iedereen die ooit iets gedaan heeft in het basketbal in Weert. En die nu iets doet in het basketbal in Weert. En ik hoop dat er komende periode veel meer mensen iets gaan betekenen voor het, voor het topsportklimaat in Weert. Ja, Jeroen van Veen, voorzitter van BAL, dankjewel. Graag gedaan. En wij hebben nog een stuk video, dus daar gaan we naar kijken. En dan wil ik wethouder Tessa Gele vragen om deze kant op te komen. Yes, dat waren nog wat juichende beelden van de spelers van vandaag. Inmiddels is deze kant opgekomen wethouder sport van Weert, Tessa Gele. En voordat ik haar wat vragen ga stellen, wil je volgens mij eerst een aantal bloemetjes uitreiken, toch? Ja. De eerste gaat naar Jeroen van Veen, voorzitter. Ja, wij willen namens de gemeente natuurlijk onze felicitaties overbrengen. Allereerst hebben we daarom voor de voorzitter Jeroen van Veen een bloemetje. Dan zal mijn collega Paul Sterk aan de aanvoerder Roel van Overbeek een bloemetje uitreiken. En dan natuurlijk nog het brein, de coach. Congratulations. Dankjewel. Ja, very good. Top. Wethouder Tessa Gele, wethouder sport van Weert. Ja. En dan volg jij deze week de sport in Weert. En dan zie je dat er op zaterdag met ruim verschil wordt gewonnen van Almere in Weert. En dan vervolgens moet er gespeeld worden tegen Leiden. Nou, je volgt de sport langer, dus jij wist ook Leiden. Ja. Ik plan de rest van de week vrij. Nou, ik dacht dat wordt wel meteen pittiger. Dus super spannende wedstrijd. En toen die eenmaal gewonnen werd en natuurlijk met zo'n klein verschil, super spannend. Toen dacht ik wel van jeetje, dit zit wel in een goede flow. Ja, vrijdag werd er gewonnen van Rotterdam en toen vandaag in Zwolle. Ja, heb je de wedstrijd gekeken? Ja, zeker. Op nationale televisie, een ploeg uit Weert. Superleuk, ja. Dan moet je als wethouder toch ook enorm trots maken. Ja, enorm. Ik bedoel, het is naast het feit dat zo'n jonge ploeg met zoveel talent weer zo op de kaart zet. Dat is natuurlijk fantastisch. En dat dan ook heel Nederland
Nederland daarvan kan meegenieten, ja, dat maakt me wel heel trots. Ja. Wat betekent dit? Is dit een impuls voor al het sporten in Weert? Nou ja, ik denk überhaupt voor het basketbal. Hè, en voor het basketbal als topsport echt een opsteker. Want ja, we zijn natuurlijk al best wel lang bezig op deze koers. En dat je dan uiteindelijk zo'n resultaat kan boeken, dat laat ook wel zien dat, ja, dat als je vasthoudt aan je missie en dat talent wil blijven opleiden, dan is dat supergoed. En ook ik hoop dat er heel veel Weerter kinderen hebben gekeken die ook de basketbal gaan oppakken en gaan basketballen. Ja, nou heeft de gemeente de laatste jaren ook mede geïnvesteerd bijvoorbeeld in het opknappen van de sporthal hier, de vloer waar we nou op zitten, de baskets. Is dat inderdaad wat er gaande is? De samenwerking die tussen het sporten en de gemeente gezocht moet worden? Nou, we hebben eigenlijk al altijd supergoede contacten natuurlijk. Voorheen BSW en nu met bal. Maar het is altijd, zeker voor een middelgrote gemeente als Weert, wel een uitdaging hoe je het geld wat er voor sport beschikbaar is natuurlijk verdeelt. Ja. En we zijn geen Amsterdam, geen Rotterdam, geen Zwolle. Maar we proberen altijd te zoeken toch naar waar we kunnen ondersteunen en waar de club behoefte aan heeft. En hoe dat binnen onze kaders past. Ja. Ja. Ja, geen Amsterdam, geen Rotterdam, geen Groningen, geen Zwolle, maar wel de winst van de DBL Cup 2021. Super, super gaaf. Ja, dankjewel voor je komst naar de sporthal en laten we hopen op nog veel meer basketbalsucces hier in Weert. Absoluut. En ook dat heel veel Weertenaren daarvan gaan genieten. En als het dadelijk na coronatijd weer mag, dat deze mooie sporthal helemaal vol zit en dat we mooie successen gaan halen. Tessa Gele, dankjewel. En daarmee komen we aan het einde van deze huldiging van de spelers. De spelers die zullen nog een klein feestje verder gaan vieren met zichzelf. En dat zal er waarschijnlijk tot in de late uurtjes doorgaan. Voor nu dankjewel voor het kijken. De volgende wedstrijd van bal, dat is aanstaande zaterdag alweer. Playoff time tegen Zorg en Zekerheid Leiden. Spelen ze dan hier thuis aanstaande zaterdag om 8 uur. Voor nu bedankt voor het kijken en maak er nog een fijne avond van. Leuk gedaan. Dankjewel. Ja, top. Leuk. Ja, en leuk opgezet. Ja, het was een... Zo.